Hey, goedenavond. Welkom bij het NAC Journaal. Het is vandaag 31 maart. Mijn naam is Joost Boteman. Naast me Monier Alucci, onze studiogast van vanavond. En aan de andere kant Martin Vrijs. Ook welkom jij bij dit NAC Journaal van deze 31ste maart. Monier, ja, wij kennen jou nog niet zo goed, maar je speelt toch al geruime tijd bij NAC? Ja, dit wordt mijn tweede jaar. Ik heb vorig jaar in A gezeten. En ik hoop volgend jaar door te breken bij NAC. Ja, want we mogen jou een klein beetje feliciteren. Hm. Je hebt na 3 weken geleden heb jij een contract gekregen voor maar liefst 3 jaar. Ja, ik heb 3 weken geleden heb ik mijn contract getekend voor 3 jaar. Dat liep al geruime tijd, was al lang bezig, zeg maar. En 3 weken geleden was het uiteindelijk raak, zeg maar. Ja, want eigenlijk had het contract al misschien al iets eerder kunnen getekend worden, maar door Jeffrey van As die toen weg was, laten we maar zo zeggen, je hebt wat verlaat. Het zou inderdaad wat eerder zijn. Alleen, zoals jullie al weten, technisch directeur Jeff Vaas was ontslagen. Ja. En toen kwam de nieuwe technisch directeur Graham Rutjes. En die kende mij nog niet. En toen, vanuit daar is het gaan lopen. Ja. Nou, je zit op de bank helaas heel vaak. Je hebt eigenlijk nog geen minuut gespeeld nu voor het eerste van NAC Breda. Maar gelukkig heb je wel een paar keer op de bank gezeten. Afgelopen wedstrijd, hoe heb je dat beleefd tegen Utrecht? Ja, heel erg spannend. Alleen heel erg jammer dat het in de laatste minuut gelijk spel werd. Terwijl wij de winst verdienden. Als wij de wedstrijd wonnen, dan stonden we als goed als veilig. Dus nou, hoe wordt er gereageerd zo als je op de bank zit? Hoe gaat dat? Teleurstellend. Maar in het 88e minuut scoren we en we allemaal heel erg blij. En dan een minuut daarna. Ja, dat is teleurstellend. Ja. Ja, dat is niet leuk. Ja. Heel teleurstellend, Martin. Ook welkom. Ja, 2-2, erg zonde natuurlijk. Want het had gewoon 3 punten moeten zijn. Zeker als je zo vlak voor tijd scoort. Je moet de lange ballen uithalen, wat ik al in de voorbespreking zei. Vanuit de vrije trap. Dus je moet al heel zorgvuldig zijn met je pressing voeren. Overtredingen maken, dat is over de rand 16. Maar ook om de lange bal in te brengen. Want dan is pompen of verzuipen, de laatste minuut. Nou, dan heb je de pech dat die bal een beetje vilt uit de klus verkeerd valt. En dan voor Van der Gun. Ja goed, dat duurt 100 keer. Ja. 80 keer, 90 keer gaat dat goed. En nu net niet. Maar ja, het begin bij het begin is dus haal de lange bal eruit. Dus zorg niet dat je onnodige overtredingen maakt. Ja. Waardoor ze hem lang in kunnen spelen. Ja. Is NAC nu wel veilig? Het haalt wel zijn punten op deze manier. Maar ja, ik denk het wel. Ik denk het wel dat dat want je ziet daar onderin dat het een soort broedermoord krijgt. Je zag het rode RKC. Nou ja, met Twente te gaan, met Groningen uit, RKC thuis en dan PSV uit. Go Ahead uit. Go Ahead uit zit ertussen, dat is woensdag. Ja. Maar deze serie, de laatste serie van 4, geloof ik dat je toch echt ook nog wel punten kan halen. Go Ahead uit is traditiegetrouw altijd heel moeilijk. Dat is heel moeilijk. Klein stadion, Adelaarshorst, iedereen fel erop. Een clubje wat het goed doet, hoewel dat afgelopen weekend natuurlijk slecht is geweest. Ja. Een moeilijke uitwedstrijd, maar als ik dan de laatste serie van 4 zie, ja, zijn mogelijkheden. Ja. Zeker. Jij gaat er niet bij zijn misschien tegen Go Ahead. Nee. Jij speelt vanavond wel tegen Jong AZ, is dat vanavond. Vandaar dat de uitzending ook iets eerder opgenomen is. Je speelt met best aardige spelers vanavond. Ja, Anouar Hadoui doet mee, Tim Gillissen, Joey Suk, Adnan Tigadouini. Die 3 spelers, die Anouar, Adnan en Tim Gillissen, ja, die komen zoals bekend van de blessure, die moet de ritme opdoen. En Joey Suk, het verhaal is ook bekend, die speelt weinig. Dus die probeert ook ritme op te doen bij Jong. Ja. Hoe is het eigenlijk bij de beloftes? Gaat het goed nu bij NAC? Het is afwisselend, want soms winnen wij hele zware wedstrijden, moeilijke wedstrijden. En soms verliezen wij hele simpele wedstrijden op basis van individuele foutjes. Maar op zich, als je zo bekijkt, hebben wij veel wedstrijden gewoon makkelijk kunnen winnen. Alleen werd het een gelijk spelletje of net verloren. Zoals ik net zei, individuele foutjes. Alleen op zich is het gewoon een leuke competitie om te spelen. Nou, volgend jaar de grote competitie, hoop je. Want jij hebt 3 jaar. Maar goed, dat is natuurlijk even afwachten. Ja. Hiervoor heb je bij RBC ook gespeeld. Je komt ook van Allianz, heb je een tussenjaartje gehad. Hoe hebben die periode doorlopen, zeg maar? Ik ben als 5-jarig jongetje begonnen bij Allianz in Effjes. En tot de D'tjes bij RC Allianz in Roosendaal. Vanuit daar ben ik gescout RBC Roosendaal. 4 jaar lang voetbal tot de B, totdat ze failliet gingen. En toen
ben ik naar mijn oude amateurclub ga Allianz. In het eerste voetbal, derde klas. Een jaartje. En daar ben je gescout? Daar ben ik gescout door NAC. En ik had een aantal proeftrainingen bij de A. Ging goed. Ik ben toen met Geert Brusselus. Maar die kende jou uit die periode? Ja, ik... Geert, hè? Ja. Die was al trainer voor jouw tijd. Voor mijn tijd bij Allianz, inderdaad. Ja. En ik had ook gelijk een goede band met de trainer. En dat jaar daarop, NAC A1 dus. Ja, dat was een heel goed seizoen, want daar werd je bijna eerste, geloof ik, van alle A1 spelers. Kan je er iets over vertellen hoe dat ging? Ik ben tweede geworden in de Nike Eredivisie Cup. Dat is gewoon de hoogste van Nederland in de A, zeg maar. Op 1 punt na. Was wel grappig, want ik had een wedstrijd tegen FC Utrecht. En domineerde het middenveld eigenlijk. De speler tegen wie ik stond, die is uiteindelijk kampioen geworden. Ja. En ik speelde een stuk beter dan hem. En de trainer van de tegenstander geeft 3 spelers uit mijn team dan, zeg maar, 3 punten, 2 punten of 1 punt. En mij gaf hij niks. En mijn trainer gaf hem wel de 3 punten. Uiteindelijk is het zo gelopen. En, eigenlijk doordat jouw trainer, zeg maar, heel erg eerlijk was. Het succes ontlopen, ja, zeg maar. Zit er nog iets bepaalds aan vast als je zo'n prijs wint? Of? Je wordt gehuldigd in Amsterdam Arena en ja, de eer. Het is geweldig als je de beste speler van de Eredivisie wordt. Dan krijg je een soort boost, zeg maar, waardoor je carrière misschien ook wel... Zeker weten. Ja. Je bent zelf middenvelder trouwens, hè? Ja. Waar speel je het liefst op het middenveld, voor aanvallend? Ik ben een aanvallende middenvelder, nummer 10. Ik kan ook als controlerend... Je speelt het liefst kort achter de spits. Ja, dat is wel het liefst wat ik wil. Nou, dat is waar je altijd gespeeld hebt. Dat is waar ik altijd gespeeld heb, inderdaad. Ja. Ik heb in de C'tjes ook als spits gespeeld. Maar ja, ik kom fysiek tekort. Dus ik ben... Train je daar extra op dan, als je fysiek iets tekort komt? En hoe doe je dat? Meestal na de training ben ik met fysio's... blijf ik na de training terwijl maar 1 keer trainen, zeg maar. Ja. Dan blijf ik gewoon na de training gewoon even fitnessen en keihard werken. Nou, het is al maar een klein stukje rijden naar de Rozen. Dan doe je cardio training en krachttraining, fitnessen gewoon. Alles wat. Ja. In welke positie zie je volgend jaar? Want je hoopt natuurlijk, hè, als je contract wordt verlengd. Ja. Het is de bedoeling van jou, neem ik aan, om bij NAC door te breken. Ja. Echt door te breken. Hoe zie je dat voor je? Voor welke speler moet jij in de plaats komen? Momenteel is Matisse, speelt Matisse op 10. Mm-hmm. Alleen als ik denk dat wanneer Anouar Hadouir terug is, dat Anouar Hadouir daar speelt. Dus ja, die spelers... Daar moet de concurrentie mee aangaan. Nou, dat wordt een lastige concurrentie, maar je hebt 1 geluk, misschien. Ja, als een valse linksbuiten, zei je zelf ook. Kijk, daar komt natuurlijk wel een stukje vrij. Ja. Want zoals het er nu naar uitziet, zullen ze daar toch een probleem krijgen. Ja. En, dus ik denk ook gezien je fysiek, dat je daar in eerste instantie op zal moeten focussen. Zeker weten. Daar ben ik ook heel erg mee bezig. Ja. En daar word ik ook op gehamerd. Als ik zeg maar 1 keer train... Dan hoor ik van jongens zoals Anouar Hadouir, Jelle Tarawela, ga gewoon trainen, ga 2 keer trainen om sterker te worden. Altijd sterker willen worden. Dus, Een klein voordeeltje misschien in het nadeel. Er zijn behoorlijk wat contracten die aflopen en die zijn ook opgezegd. Absoluut. Ja, dat is bekende datum 1 april, morgen. Op 1 april moet alles In ieder geval moet opgezegd zijn, want anders gaat het automatisch door. Daar zit de club niet op te wachten. Er zijn formele opzeggingen, zeggen ze dat, als werkgever. In mijn tijd had ik dat zelf ook. Maar eigenlijk is het onjuist. Want je doet dat, moet dat formeel doen. Maar het heeft natuurlijk wel iets te betekenen. Want als ik een speler echt graag wil houden, dan geef ik hem gewoon een contractverlenging. Want ze moeten volgend jaar toch met een sterke basis komen. Ja. Nou, ik zie hem op dit moment niet, Joost. Er zijn 7 aflopende contracten. 3 huurovereenkomsten, waar Poupon 1 van is. Die dus gewoon gelicht is, de optie door... Ja, door de nagel. Die had inderdaad een contract waarbij... Dus nu is Adem aanzet. Willen ze hem wel of niet in eigen selectie hebben of gaan ze hem weer verhuren? Dus de speler is niet eens bepalend nu. Dan moet de speler ook nog. Dus nu heb je 2 hobbels te nemen als club. En de club en de speler. Nou, in dit geval, ik zie even het somber in hoe dat de selectie volgend jaar eruit moet komen te zien. Ja, op welke termijn moet dat bekend zijn, zeg maar? Nou, dat moet niks. Dat is altijd maar de eerste fluitsignaal is geweest. Mm-hmm. Maar het is natuurlijk heel vervelend... Mounir zei het ook voor deze uitzending. Je wilt toch graag in de voorbereiding starten met je complete selectie. Ja. En niet dat er om de week of 2 weken mensen in moeten stromen. Dan is dat gewoon niet fijn om aan een team te wennen. Als teamgenoten is dat niet fijn om aan elkaar te wennen. Dus ja, je probeert toch ruim voor de start van je
pre-season en de voorbereiding probeer je toch de zaken op orde te hebben. Hoe is het eigenlijk met de jeugd? Want je hoopt natuurlijk wat jeugd doorstroomt. Maar ja, maar goed, dat is hetzelfde. Kijk, in de elftal bouw je op basis van een aantal vastigheden. Je lengteas moet in orde zijn. Nou, daar kan je niet met jeugdspelers aankomen. Kan je ook niet met een manier aankomen. Dus van daaruit, ook voor hem, hij is in potentie nummer 10. Maar dat is nog niet. Dat is wel in de tweede, maar niet in het eerste. Dus aan de flank, als valse linksbuitenspeler, daar kan hij zich op focussen. En dan stroomt hij geleidelijk aan naar zijn positie toe door de ervaring en door wat sterker te worden. Dus je lengteas met Buis, met Trouwelaar, et cetera, dat moet allemaal op orde zijn. En ja, dat zie ik nu nog niet. Als het zo uitkomt, hè, dan zou het zomaar eens kunnen dat je volgend jaar dus nog steeds niet speelt. Dat zou goed kunnen. Ja. Stel je voor dat het aan de orde zou zijn dat je verhuurd zou kunnen worden aan, ik noem maar iets, aan een eerste divisieclub, misschien Den Bosch of wat dan ook. Zou je daar oog voor hebben, zeg maar? Ik probeer eerst gewoon te focussen op NAC. Ik probeer gewoon keihard te werken. En als ik volgend jaar zeg maar niet mijn doorbraak heb, zeg maar, dan kunnen we daarover praten of dan kunnen we daarover nadenken. Alleen ik probeer nou gewoon voor NAC te spelen en gewoon zo hard mogelijk te werken. Je moet volgend jaar je minuten pakken. Ja, precies. Gewoon je momenten zien te pakken en zo geleidelijk aan. Inderdaad. En je zegt het net ook in de voorbespreking, we hebben hier gehad dat Hoijston. Nou, die uitzichtloos. En ineens, in de afgelopen twee weken staat hij er vast in. Onze rechtsback, onze Belgische vriend, die staat Zwerts. Uitzichtloos. Ja. Ineens staat hij nu in. Op het middenveld, waar we het over hadden, is ineens een heel andere concurrentiestrijd ontstaan. Want je hebt Zwerts en je hebt Kees Kwakman, die daar zijn komen te staan, die in principe de ene centrale verdediger was. Verdediger, precies, naar voren geschoven. Ja. En nu, van de drie plekjes, zijn er twee door nieuwe kandidaten ingevuld. Ja. Dus het kan heel snel gaan. Ook voor jou. Ja. Wat mij opvalt trouwens, je hebt dan bij de A1 was je een van de beste spelers, misschien wel de beste. Mm-hmm. Je hebt eigenlijk nooit in het Nederlands elftal gestaan onder bijvoorbeeld 17, 18. Nee. Is dat opvallend? Of? Nee, opvallend vind ik het niet. Want als je gaat kijken naar de spelers die daar op dat moment speelden, zie je spelers zoals Depay, Nathan Aken, Vilena. Dat zijn spelers die al stukken verder zijn. Tenminste, die hebben al Eredivisie en dan Nathan Aken in Engeland al. Dus ja, die hebben al ervaring. Nou, wat dus wel opvalt, je noemt een heleboel spelers op en terecht ook, maar het zijn heel veel spelers die toch ergens buitenlandse wortels hebben. Heel veel Marokkaanse voetballers die bijvoorbeeld echt heel goed doen. Hoe kan dat? Waar ligt dat aan volgens jou? Zoals je ziet, de laatste tijd zie je dat veel Marokkaanse voetballers doorbreken. Ja. Alleen, ik ken hele goede voetballers echt, waarvan je zegt van die jongens die konden het zo ver schoppen, alleen ja, dan komt het op mentaal gebied en dan niet allemaal alleen. Het is ook vaak technisch zijn ze heel erg sterk. Allemaal, meestal. Dan zie je ook vaak in het zaalvoetbal terug, waar heel veel techniek over. Ook doordat je misschien op pleintjes en dat soort dingen voetballen. Ja? Ja, maar de trucjes en kooivoetbal en zo, dat vinden ze allemaal prachtig. Ja. Je kunt alles met een bal. Tactisch is het al wat minder, maar met name is het op het mentale vlak vaak het probleem. Ze zijn van thuis uit trotse mensen en zijn snel met een kort lontje. En in een teamverband, in een clubverband is dat soms moeilijk. El Amadi, zeg je, heb je het gezien? Herken je jezelf daarin trouwens? Of? Nee, ik wil maar wat dingen zeggen. Ik heb wel. Ik kom wel van een trotse familie, zeg maar. Ja, ja. Ik heb ook een cultuur, zeg maar. En, tuurlijk. Alleen ik heb geen kort lontje. Ik ben van mezelf, ik heb veel geduld. Dat heb ik ook gehoord bij NAC, hoor. Ja. Dus dat zie je, maar je zei dat straks zelf ook al. Ja. Kijk, het gaat niet even naar jou, maar ik bedoel het over het algemeen. Want het is zo raar dat zo'n land met zoveel goede voetballers het constant niet haalt. Ja. En dat heeft ergens een reden. Dat heeft met tactiek te maken en dat heeft ook met een bepaalde mentaliteit te maken. Nou, misschien dat niet, kunnen ze allemaal als de beste. Misschien dat ook, ik ga maar even wat voor de vuist weg zeggen. Misschien dat ook niet de beste spelers altijd gekozen worden voor het Marokkaanse zelf. Dat er nog andere zaken meespelen. En doorsnee zijn het echt. Er zitten echt kanjers van spelers bij. Ja. Echt kanjers van spelers. Ja. Wat vind jij echte kracht vanuit jouw voetbal gezien? Mijn techniek. Zoals meneer al zegt, ik ben een technische voetballer. Alleen wat ik net ook al vertelde, ik ben fysiek niet sterk genoeg. Ik moet gewoon hard werken voor mijn fysieke gesteldheid. Nou, kan je vergelijken met een andere voetballer? Of?
Ja, ik vind het wel grappig, want jongens uit mijn team, ja, in veel mindere mate dan ik, ze noemen me ook wel eens Iniesta. Ja. Maar ik heb een soortzelfde stijl als Iniesta, alleen. Ja, dat is geen goed voorbeeld eigenlijk. Alleen. Iets hoger niveau, maar goed, weer iets hoger niveau, ja. Je bent nog jong, dus wat dat betreft. Maar jongens uit mijn team die noemen wel eens Iniesta, omdat ik ook wel eens mooie acties maak. Er zit een ondertoon altijd in. Spelers zeggen dat niet zomaar. Nee, dus in de stad, we hebben ook ons huiswerk gedaan, staat voor dat jij gewoon heel veel kwaliteiten hebt. En je kan verschrikkelijk veel, en dat laat je op de trainingen ook regelmatig zien. Want dat soort opmerkingen komen niet vanzelf. Nee, inderdaad. Ik, dus er zit wel iets in, maar alleen, je bagatelliseert het terecht. Het is natuurlijk wel even iets anders in je eerste, maar het is een fenomeen. Ja. Het is ook mijn doel. Het is geweldig voetbal, zo mooi om naar zo'n voetbal te kijken. Ja. Het voetbal zelf vind je natuurlijk heel mooi, maar kijk je ook naar alle randzaken om het voetbal? Bijvoorbeeld met de advocaat wat er nu gebeurt. Hou je dat soort dingen ook in de gaten? Of? Ik kijk wel eens op sites, ik bezoek wel eens voetbalsites, alleen ik hou me er niet echt mee bezig. Ik probeer meestal gewoon naar mezelf te kijken wat ik beter kan doen, wat ik beter kan doen. Ja. Want dat is een heel raar verhaal, hè, Martien. Kijk even naar jou, met advocaat en haar, absoluut. Stuart. Ja, Stuart heeft zijn hand overspeeld, denk ik, in deze. Als technisch directeur heeft het complete proces verkeerd aangepakt. Wilde met de advocaat door. Begin het gesprek met de advocaat. Nou, Jack, oké, sta ook open voor een verlenging bij AZ. Maar, zegt hij, de eerste zin wat hij mee opent is van ja, we gaan wel de staf veranderen. Nou, toen zei de advocaat, dan zijn we klaar met dit gesprek. Ja. Heel kort gesprek. En toen wilden ze de dag erna erop terugkomen. Want het ging erom dat ze Martin Haar en Piet Keur, maar met name Martin Haar, na 15 jaar aan de kant wilden zitten. Bij het eerste weg willen halen. En komen ze met een slap verhaal naderhand terug. Oh, dan draaien we toch maar terug. En wil je dan wel praten? Toen zei de advocaat, nou is genoeg, einde verhaal. Betekent dat ze nu op zoek moeten naar een nieuwe trainer? Heb je daar een gedachte over? Ja, maar Stuart heeft nog iets voor zijn voeten geworpen gekregen. Het feit dat... ze bij AZ zeggen, en daar hebben wij, ik heb een speler die bij mij heeft gewerkt, had hij toen ook al een handje van, hij schuift beslissingen voor zich uit. Ja. En dat doet hij als technisch directeur nu ook. Ja, dat is niet handig. Want als je dan graag een speler of een trainer wil hebben, ja, dan moet je er echt je agenda aan de kant en gas erop. En dan moet je hem zo snel als mogelijk vastleggen, daar is hij gevoelig voor. En dan moet je niet zeggen, nou, dan gaan we maar eens over 2-3 maanden uitsmeren. Dan zegt hij ook. Ja. Ze hoeven dus niet zo gaan. Maar ik wil wel graag weten wie je als trainer ziet bij AZ volgend jaar. Nou, de spoeling wordt dun. Want ook, hij had een schaduwlijstje, Stuart. Dat was Fred Rutte. Uitspeler waar ik vroeger mee gespeeld heb. Die is al naar Feyenoord. Ja, dus die heeft nee gezegd tegen AZ. En vervolgens is hij bij Alfred terechtgekomen, Schreuder. Zijn oude teammaat bij ons bij NAC vroeger. Ja, NAC, ja. En daar had hij alle troeven op ingezet. En die heeft gewoon gezegd, nee, ik blijf bij Twente. Dus al wat er nu komt is derde, vierde, vijfde keus. Een van de weinige opties nog, zoals ik hem zie. Of je moet met een nieuw talent komen, een jonge trainer ineens uit de Hooghoed. Denk ik Van Basten. Het zou een opvallende keus zijn. Woont in de buurt, wilt alleen naar een Nederlandse club. Ja. Past ook wel bij hem, denk ik. Zo'n type club. Nou. Dus ja, dat is dan een van de weinigen. Ja. Iets anders, wat heel raar was, met Jordania, bij Vitesse. Die kwam ineens het stadion niet meer in. Sterker nog, hij heeft een heel stadionverbod gekregen. Ja, ik heb hier bovenaan mijn lijst staan, Joost. Jordania, De Wit. De Wit is de algemeen directeur. Ja. Die hebben een conflict of interest samen. En Jordania, die dus 3 jaar lang... De man financierder was, is geweest altijd. Ja. Natuurlijk met geld vanuit Londen. Ja. Nou ja, Rusland. Rusland officieel dan. Maar vanuit Chelsea eventjes. En nu wordt nu het stadion verbod heeft. En dan komt een hele rare situatie. Zijn zoon is een talent. Die speelt in de B1. Daar mag hij wel gaan kijken, maar hij mag niet in Gelredome. Is de grote financier daar. Ik denk dat het een hete zomer wordt voor Vitesse. Ja. Want het verwijt van Jordanië is dat De Wit en consorten te veel een oor laten hangen naar het beleid van Chelsea. Mm-hmm. Dus daar is nu al een conflict of interest. En dat is ook het gevaar. Het gevaar van het financiering, hè? Precies. Externe financiers die zich dan toch met het spelletje gaan bemoeien. Is er hier zo'n voorbeeld van. Heel vervelend voor Peter Bos overigens, hè, die het heel goed heeft trainen. Ja, maar voor heel de club, Joost. Ja. Het is gewoon een tijdbom. Je weet, bij zo'n club kan zomaar eens top op de bil zijn. Ja. En in 2-3 maanden kan dat ineens helemaal omvallen. En dan krijg je dat domino effect. Heel link. En dus ik ben ook heel blij dat we hier bij ons clubje, met een hele grote groep externe financiers, die 21 man, het voor elkaar hebben gekregen om het op deze manier te regelen. Wat dat betreft een betere, stabiele situatie hier. Ja. Meneer, wat had je gedaan als je geen voetballer zou zijn geweest?
Ik denk voetballen of geen voetballen. Nou, als je geen voetballer had geweest, is helemaal niks in het voetbal had kunnen bereiken. Wat zou je daar gaan doen? Ja, dat zou ik denk een sportdocent worden, want ik volg de sportopleiding, CIOS. Ja. En ik, is dat goed te combineren trouwens? Ik zit niet meer voor, ik doe nu alleen voetballen. Dus zou ik sportdocent, zou ik daarvoor gaan, denk ik. Maar is dat niet iets waar je toch wel rekening mee houdt? Ik bedoel, het kan raar gaan in het voetbal, daar hadden we het net ook over. Ja. Het zou zomaar kunnen dat je over 3 jaar een vaste waarde bent bij NAC. Maar het zou ook maar kunnen dat je over 3 jaar geen contact meer hebt. En dat het klaar is. Hou je daar wel eens rekening mee met zo'n scenario? Zeker weten. Ik hou me daar sowieso mee bezig. Ik heb mijn diploma al, zeg maar. Dus ik heb een sales diploma. Alleen als het dan zo ver zou komen, dan zou ik gewoon teruggaan en doorstuderen. Dan zou je trainer worden van iets? Of? Dan zou ik er inderdaad over nadenken om docent te worden. Of. Maar het is nu slim van hem om zich te focussen. Ik hou me echt. Want daar zeg ik ook al terecht, buiten normale reguliere trainingen, ook veel tijd besteden aan cardio training voor hem. Wat gewoon een toegevoegde waarde is. Er gaan heel wat uurtjes in zitten. Dus dat is een slimme keus. Maar goed, het kan over een tijdje over zijn, dat weet je nooit. Maar hij moet er 100% voor gaan. Met zijn voetbalkwaliteiten moeten andere dingen toegevoegd worden. Maar voetbalkwaliteiten heeft hij. Dat heeft hij absoluut, dat geloof ik. Ik kan er eigenlijk niet omheen, maar de Marokkanen in het daglicht, zeg maar even in Nederland. Even wat minder positief, althans, door Geert Wilders. Hoe kijk jij tegen deze hele situatie aan? Raakt het jou? Of heb jij zoiets, ik ben lekker bezig? Nee, dat raakt me totaal niet. Ik hou me daar niet eens mee bezig. Ik lach er wel eens om thuis. Wat die meneer zegt, vind ik respectloos. Maar iedereen heeft een mening. Hij mag zeggen wat hij wil. Maar het is niet zo dat je aangifte gedaan hebt bijvoorbeeld? Nee, dat heb ik niet gedaan. Ah. Waarom zou ik? Is dat slim dat mensen dat wel doen? Aan de ene kant wel, maar ik weet niet of het nut heeft. Want er zijn wel echt super veel mensen die dat gedaan hebben. Alleen ik weet niet of ze daarmee aan de slag gaan. Ah. Wat dat betreft, laat je heel eventjes koud, althans koud, maar voor zover je kan het makkelijk van je afschrijven. Ja, en gewoon lekker doorgaan met voetbal. Ik focus me op andere dingen. Heel slim. Dat interesseert me echt niet. Ah, heel slim. Nee. Even terug naar jou. Ja, Van Gaal, Tottenham staat ook nog op het lijstje. Van Gaal natuurlijk de bondscoach, wordt vervangen door Guus Hiddink. Dat is ook heel vreemd dat dan 2 jaar later weer Danny Blind wordt. Een belachelijke situatie. Heel vreemd, hè? Nou, dat kan alleen hier, geloof ik, in Nederland. Het is echt onvoorstelbaar dat er nu al bepaald wordt over 2 jaar dat Blind het over gaat nemen. Die eigenlijk nooit iets sterk heeft gedaan als coach, als eindcoach. Om te zeggen, nou, dan spring je eruit. Om deze status nu al te geven. En dan zeg je, tot een paar maanden geleden, zeggen ze Koeman, een goede trainer. Hele goede trainer, absoluut. Die zeggen ze dus af. Ja, ik vind het echt, ongelooflijk. Maar goed, we zullen het zien. Maar Van Gaal, die wordt dus echt genoemd bij Tottenham. Ja. En dat het voorcontract al getekend is. Goeie set voor Van Gaal? Of? Ja, want er zit heel veel geld. Dan kan hij echt zijn ding doen. En we kunnen zeggen wat we willen van Van Gaal. Het is een heel vervelend kereltje, maar het is een fantastische coach. Ja. En hij maakt spelers beter. Hij weet alles van de spelers. Hij weet wanneer dat hij jarig is, wanneer dat zijn familie jarig is, of zijn vrouw of zijn vriendin. Hij weet echt alles wat er in zo'n familie. Hij leest zich in, hij verdiept zich in zijn spelers. Hij zit ze bovenop een, strot. Ja. Constant erachteruit. Wat dat betreft een erg goede keuze. Ja, we gaan richting het einde, dus vandaar dat ik nog 2 dingen wil vragen. Ja, het programma is zwaar de komende tijd. Er zal punten gehaald moeten worden. Voornamelijk tegen RKC bijvoorbeeld, zijn mogelijkheden? Nou, andere wedstrijden ook. Groningen uit is ook een mogelijkheid, Twente. Dus ik zie bij alles wel mogelijkheden. Ook PSV, dat heb je in het weekend ook weer gezien. De laatste wedstrijd. Maar dan is dat beslist, Joost. Ja. Dus, dan hebben we nog 1 nieuw dingetje. Dat is Omroep Zeeland. Nou kun je daar iets over vertellen? Ja, dat klopt. Deze week zijn we benaderd door Ivo en ik door Omroep Zeeland. We waren van de week in Zeeland aan het varen. En de directie daar die heeft ons gevraagd of dat hun ook dit programma, het Nationaal, ook integraal uit mogen gaan zenden volgend jaar. In Zeeland en ook NAC leeft. Dus
Dat is veel belangstelling voor Joost. Nou, je doet het goed. Hartstikke mooi. Daar zijn we allemaal heel erg blij mee. Goed, wij gaan het programma afsluiten. Jij gaat zometeen de auto in. 7 uur speel je. Nogmaals, dit is eerder uitgezonden. Volgende week dan hebben we een nieuwe uitzending. En hoop ik dat Gabo Babels de studiogast zal zijn. Dat denk ik wel. Jij in ieder geval, Monier, hartstikke bedankt voor de komst naar de studio. Martien, jij ook weer bedankt. Graag gedaan. Ja, wij zijn er volgende week weer. Bedankt voor het kijken en tot dan.